je mannen dan allemaal succes. Ik snap het niet helemaal hoor. Als wielerliefhebber zou ik naar de Tour kijken. Maar de wielerliefhebbers hier in Filipijnen staan heel de dag bij het Criterium in Eigendorp. Dat rondje rond de kerk dat al 48 jaar wordt gehouden. Wat is daar nou de charme van? Ja, de zoon wil hier rijden, dus ja, dan moeten wij mee. Hè? Het vervoer regelen. Heeft hij talent? Hij rijdt redelijk zonder te trainen. Dus ja. Is hij al voorbij gekomen? Ja, meerdere keren. Ja. Oh, dat toch wel? Gelukkig wel. Ja. Hij komt wel vooruit. Ja, ja, ook dat, ja. Straks krijgen we derde en laatste spurt. Meneer Martijn, Edward Martijn van de organisatie, bril af. Ja. Hier komen de vragen. Het is behoorlijk serieus rekenwerk, zie je. Ja, ja, want, het was een kort, of tenminste een close sprintje was het. Dus we moeten maar even goed de punten bij elkaar zien te krijgen. Dus we zijn eruit. Met andere woorden, twee man hebben we gehad. Drie premies zijn er hier nog te verdelen. Mij is verteld, voor de 48ste keer wordt deze koers gehouden. Heel wat historie zit er. Ja, dat klopt. We hebben al mooie winnaars hier gehad. Onderlangs Johnny Hogeland, die had drie keer gewonnen. En dan Kenny van Hummel. En het is gewoon een schitterend evenement. Wat is voor u echt de charme dat u zegt, ja, dit maakt het mooi? Ja, kijk eens naar buiten. Voor wie juicht u nou? Voor mijn zoon. Hij zat een beetje achteraan, of niet? Halverwege, maar dat komt wel goed. Ja, u houdt hoop? Ik heb altijd hoop. Wint hij wel eens wat? Heeft er al twee gewonnen dit jaar. We wachten het even af en dan zullen we het weten. Dan zullen we het u proberen te vertellen. Meneer, u praat een beetje zo. Weet u dat? Ja, dat weet ik. Waarom? Dat zal blijkbaar mijn uitspraak zijn. Ja, ik weet het anders ook niet. Maar nu praat u anders. Dat weet ik niet. Ja, vertrouw me maar, dat is echt zo. Oh, gelukkig dan. Moet u uw stem aanpassen als u spreker bent? Dat probeer je wel te doen natuurlijk. Want als ik zelf zou moeten spreken hoe ik echt spreek, dan komt het in het plat Zeeuws-Vlaams en ja, dan is er niks van te horen natuurlijk. Dus het publiek moet het begrijpen. Ja, twee ronden. Hebben jullie nog om wat aan de situatie van dit moment te doen, mannen? Dus nog twee ronden. We hebben zeven jeugdcategorieën. De categorieën 1 tot en met 7 hebben nu gereden. Nu zijn de nieuwelingen bezig en dadelijk krijgen we nog een wedstrijd voor de elite zonder contract. Waarbij ook een 70 coureurs hebben ingeschreven. Dus het is echt geen klein criterium. Dit is echt wel een criterium hier. Lekker band? Nee hoor, dit hoort erbij hoor. Band oppompen hè. Voor de race altijd? Altijd, ja, ze lopen vanzelf af. Het is latex binnenbanden, dus die lopen altijd af. Probeer ze maar in te drukken. Zo, keihard. Ja, die zijn keihard. Er zit geen comfort in. Dat is de bedoeling? Dat is de bedoeling, ja. Is er nou grof geld mee te verdienen? Ja, in principe straks bij de amateurs is het... Ja, we hebben 1.000 euro aan premies. Plus het prijzenschema is dan 810. Dan streken maar uit. Dus als je een beetje kan fietsen, kan je aardig verdienen hier? Ja, daar komt het wel op neer, ja. Wedstrijdspanning? Nee, niet meer. Na zoveel jaren wedstrijden rijden heb je dat niet meer. Ja, dat gaat langzaam. Wordt dat minder? Nou, het wordt meer een gewoonte. Ja, 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 elk weekend heb je wel een wedstrijd en dan verzakt die spanning zelf wel. Dus op het gemakje straks? Nou, nee, dat niet. Dat is het eigenlijk nooit. Nee, nee, nee. De ronde mis, hoe heet hij? Vicky. Pardon? Vicky. Waar is ze? Ik zou het niet weten. Mevrouw, wij zoeken ronde mis Vicky. Die ken ik niet. Dit is zo niet. Nee? Geen ronde mis Vicky? Nee, dit is mister. Oh, sorry. Excuus.
zit in de auto, ze rijdt mee. Oh, en wanneer komt ze eruit? Als het goed is, voor de finish. Ben jij Vicky? Ja, maar het hoeft niet al. Nou, hallo. Hoi, en jij bent de ronde mis. Ja. Dus jij moet straks... Ja, Dries doen nog even. Wil je alvast even oefenen? Nee, ik heb genoeg oefenen. Echt niet? Nee, maar ik offer me best op, hoor. Nou, als je dat zo graag wil, ja, dan doen we dat. Ja. Ja, dankjewel. Ja, ze kan het echt, hoor. Dankjewel. En dan Thomas Holle. Ja, dat is heel wat anders, hè, Vicky. Ja.